mij. Waar ben je nu? Bij de dierenarts? Ja, we hebben hem gebeld. Hij is natuurlijk gesloten, net als alle dierenartsen hier in de buurt. Maar hij komt speciaal voor de hondje hierheen. Oh, dus jullie blijven daar nog? Of komt hij op het château? Nou ja, wij blijven hier nog even. En dan gaat hij natuurlijk zeggen wat er aan de hand is. Er zit er iets achter ons. Oh, wat erg, wat zielig. Ja, echt verschrikkelijk. Nou, oké, ik zie je dan zo. Het is allemaal drama al geweest, want die bommel is ook ontsnapt. Die heeft de mason ook al aangevallen. Oh, nee. Ja, ja. Maar moet je luisteren, ik moet naar buiten, want de eerste auto komt eraan. Ik moet kijken wie dat zijn. Ja, oké. Dag. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Bent u... Wie, hallo. Oh, jullie zijn gasten! Oh, meis! Nee, oh, sorry! Er is al bijna een halve dag voorbij en er moet nog zoveel gebeuren voordat de gasten arriveren. Martien sprokkelt extra houtblokken om de kachel flink mee op te kunnen stoken. Kijk, als jij nou deze neemt, doe maar bij de kachel leggen. Bij de kachel. Pak er twee handen. Ja, lopen maar naar binnen. Want het château enigszins op temperatuur krijgen is prioriteit nummer 1. Gaan we gelijk de stokjes erin doen in de kachel. Oh, le chat. Moet je luisteren, die chat moet naar de cuisine. Vous prenez le chat. Oh. C'est pas possible. Oh, ze zit haakt, ze haakt. Oh, ze haakt. Oh, nog een... Ah! Ach, verdomme. Waarom haakt zij? Weg die kat. Encore. Verdomme. Het helemaal mijn tafel weer gaan opstroepen. Tous les jours une catastrophe. Le chien, le chat. Jamais de animaux. Kan il est mort. Nou, kom op. Zal ik de grote salon... Ach, wat zijn jullie nou? Wij zijn er helemaal klaar voor. Wat is dit voor raars? Zijn we als we eraf vallen, dan blijven we gewoon bungelen. Ik moet alleen nog even mijn helm op. Ja. Nou, waar is wat mijn helm? Die ligt erin. Gedreven gedoe. Ligt mijn helm erin? Ja, kom. Nou, ik ben er klaar voor. We gaan. Jo. Daar gaat hij. Oh, mama. Oh, wat gaan we hoog. Gaan we erg hoog, hoor. Ja, ik ben het wel gewend. Stop! Stop? Ja, ik vind het te hoog. Ik word bang. Nee, even rustig. Oh! Wat is er? Ik vind het eng! Waarom heb je die lichtjes niet meegenomen? Papa, ik vind het eng! Waarom doen jullie dit eigenlijk? Veel te gevaarlijk! Weet je hierheen, dat hij dan nog iets hoger gaat. Waarom zou hij dan nog eens hoger gaan? Ja, omdat hij dan... we komen nu... Ja, ik snap het ook niet. Ik zou even kijken op dit soort knopjes. Ja, zegt ze. Er staat een tekeningetje op. Er staat precies op hoe je het moet doen. Nou, ik zie nog niks. Nu sta ik met mijn lichtjes. Nee, dat is het draaien van het onderstel. Nee, hoor. Oh, wacht, dit ding omhoog. Ja, dat zeg ik. Oké, nou, gaat hij. Oh, ja. Oh, god, daar gaat hij. Nog hoger. Ja, nu heb je nog een mama. Ik denk over een half uur misschien wel niet. Hallo. Oh. Ja. Kan je niet zoveel bewegen, mama? Ja. Kijk, deze doen we hier omheen. Ik zie geen reet hier, hoor. Ik heb handschoenen. Oké, next. Wat doe je? Ga jij maar naar die kant. Ik zit vast. Ik ben niet eens verzekerd, hè, voor mijn begrafenis. Dus dit wordt een hele dure middag. Het kan een dure middag worden. Knipperen. Knipperen, dat willen we niet. Vannacht? Oei. Dit ook is langzaam niet, maar knipperen. Je had net gewoon stilstaand. Deze, zo laten we. Oké, d'accord. We gaan weer naar beneden. Merci. Even terug. En dan? Uitschuiven. Oh, ik vind het zo naar. Nee, dat stop, stop, stop dat hout. Nee, dan gaan we omhoog. Dat is niet goed. We moeten... Ik wil het niet. We moeten uitschuiven, dus deze. Ik kreeg over... Oh. Oh! Ik wil naar beneden. Niets doen hoor. Niet ze doen. Luistert ook niet, mama. Waarom luister je niet, mama? Straks val je eraf. Nee. Ik wil het niet. Nou, ik kan het niet aanzien. Ik hoor Maxime zeggen, mama, niet doen. Ze hangt veel te veel uit dat mandje om dat laatste streng op te hangen. Dan denk ik, ga even kijken boven. Ook interesse tonen. Nou, weet je, ben ik klaar mee. Nee, nee. Oh, ik hoor dat weer nee, nee. Wat was nou inschuiven? Oh, deze. Inschuiven weet ze ook niet. Ik hoor dat alweer. Dit is in. Eerst even naar beneden gaan. Nou, het is wel gelukt. Daar gaat hij. Top. Kijk. Perfect. Yo. De
De vuurkorf is binnen en de dames beginnen gelijk met het uitpakken en installeren ervan. Oh. Beton. Oh. Wat? Die gasting gaat helemaal niet? Nee, die gaat in het andere ding. Dan heb je een soort bijzettafeltje. Staat het? Ah joh, nog lang niet. Heb je me aangesloten? Nee, waar is dat dingetje voor de gasting? Daar, weet ik niet. Moet je luisteren? Jij moet stoppen. Het is kwart over vier, ja, je moet naar de trek. Ja, we zijn bijna aan het vuur toe. Ja, doe ik ga het. Zo. Hoor. Nou, maar let op. Hey. Ik ga dit open doen. Nou, daar wil ik niet bij zijn. Vergeet de tretteur niet. Die. Oh, doe maar proef. Ik zie niet eens. Ja, ik zie een filmpompje, maar kijk, dat gas moet even door die slang heen, hè? Ik weet het niet, hoor. Fiets terug. Oh! Nou, niet zo gillen. Nee, ik doe het niet meer. Papa! Ja? Papa, ik was bijna dood. Ach, dus je stom. Is mama nou nog niet weg? Die hele vlammen kwamen bijna in mijn gezicht. Erika, wil je stoppen hier binnen met dat ding? Dat is voor buiten. Ja, dat doet zo. Maar hij moet het even doen. Maar Erika, je moet naar de... Kijk uit, dus niet! Kijk uit! Erika, je zoekt het maar uit. Ik ga wel naar de tretteur. Wat een gedoe. Ik sta die tomaten te salade te maken. Wacht, ik hou papa. Papa? Ja, wat nu weer? Kom eens even helpen. 1 seconde. Hij moet iets verder open het gas, want dan pakt hij hem pas. Maar ik vind het te eng. Wat moet ik doen? Ik druk op dit knopje. Ja. Jij gaat hier zitten. Ja. En jij drukt hem iets. Je drukt hem in en dan ietsjes die kant op. Maar wat gebeurde er net toen ik er niet was? Een hele grote vlam? Ja. Dan ga ik het niet doen. Hoe groot was die vlam? Was het 10 centimeter, 20, halve meter, een meter? Nee, 20. Domme. En waarom staat dat ding dan zo dicht bij je face? Kan dat niet verder daarheen? Ja, dat kan. Wat moet ik doen? Jij moet hier op drukken en dan moet je hem iets opendraaien. En dan loslaten? Nee, dat moet eerst vlammen. Wacht. Nou. Ja, ik krijg een lamme arm, joh. Weer doen? Ja. Komt toch veel te veel gas? Nee, want hij moet helemaal door die slang heen, dat gas. Weer. Oh, Maxime. Ik doe het niet. Stop maar. Moet. Maxime, het ruikt hier naar gas. Ik doe het niet. Ik begin er niet aan. Ik heb al een krakkeleo. Zo zit er helemaal geen haar meer op door de verbranding. Ik begin er niet aan. Het moet allemaal weer snel, snel, snel. En kijk wat een ravage. Wie kan het weer opruimen? Jan Lul. Wacht even, hij staat helemaal niet op open. Plus, ik moet toch... Plus is toch meer gas? Oh! Hij staat nu pas open. Wat doet zij? Nou, dan kunnen we het nog 1 keer proberen. Ja! Hou hem vast, pap. Ik laat hem los. Hou hem even vast. Jij zegt 20 centimeter hoge vlammetjes. Dit is 20... Ach, het kwam helemaal hier, joh. Hoe kan dat dan? Ja, weet ik veel. Moet ik loslaten? Laat nu maar los. Ja, hij doet het. Ja, en hoe hoog kan die? Oh. Oh. Doe dat maar niet. Lager. Hey, leuk. Ja, nou, ja, ik ga naar wijn. Dag. Ja, ik ga mee, ja. Nou, oké. Pak er ook één. Moeten we er 2? Tuurlijk. Gaat toch niet met 1 karretje? Toch heel veel nodig. In het tuincentrum is er een keur aan kerstartikelen te vinden. En andere dingen. Waar is de kerst? Hey, kijk! Papa, wacht nou even. Dat willen we helemaal niet. Nee. We komen nu voor kerst. Kijk hoe leuk. Kijk, die is leuk. Ach, Maxime, we komen niet voor konijnen, voor La Pens. Nou, je moet toch wat te eten hebben met kerst? Deze. Ja. Dat is leuk. Ja, waar liggen die? Hier. Ach. Oh, bijna op. Nou, waarom zit ze nou weer zo weinig? Nou, ze halen maar van achter, hoor. Oh, dit zijn... Dit werken hier mensen? Ja, ik neem aan van wel. Waarom is hier niemand? Wat is dit voor oncommercieel gebeuren? Nou, daar is de kassa. Ja, dan moet je helemaal naar die kassa toe. Waarom is hier niemand? Hoe duur is het eigenlijk? Dus staat daar iemand? Nou, wat is dit voor een kutzaak? Oh, daar loopt iemand. Oh, hallo.
Bonjour. Avez-vous beaucoup de comme ça? Ah non, je vais avec mon collègue. Merci. Merci. Weet je wat mama ook nog wou? Zo'n dorpje. Dorpje? Ja. Nee, dat is jammer voor mama. Dat gaan we niet doen. Dat vind ik zo geweest. Nou, gaat ze... Oh, ze is aan het bellen. Zij is aan het lachen. Ze staat gewoon te socialiseren met iemand aan de telefoon. Beaucoup. Cinquante. Cinquante? Oui, oui. Cinquante. Is toch 50 cinquante? Cinquante, weet ik het. Vous amène ça, d'accord? Ja, c'est ici dan après, parce que nous avons beaucoup. Merci. D'accord, merci. Merci. Ze is toch wel aardig. We moeten nog lampjes voor buiten, voor onder de boom. Zullen we dit nog nemen om die groene bomen eerst in te sprayen? Ja, dat is leuk. Waarom loopt hier nou niemand van het personeel, joh? Of wil je ook nog gold sprayen voor je haar? Ach, doe eens zo raar, Maxime. Oh, nou ja, weet ik veel. Ik moet weer naar die vrouw toe. Hoezo? Zij moet ons helpen. Oh, er is helemaal niemand hier. Nou, er loopt gewoon werkelijk niemand. Oh, daar. Bonjour. Est-ce que possible vous aider? Pour la lumière, pour Nobel. Ja, ik wil natuurlijk weten... Oh, hij gaat bellen. Hij is natuurlijk van de afdeling van de dieren. Maar ja, ik moet weten waar de lichtjes voor buiten zijn. Want alles is interieur, maar we moeten exterieur. Nou, die vent die loopt ook alweer te socializen en te lachen. Nou, je belt toch iemand op en dan zeg je... Hallo, kunt u komen naar de lampjesafdeling? Bonjour. Nous avons une question de lumière pour Noël, pour n'est pas intérieur mais extérieur. Tout ça c'est extérieur. Oh, dit is allemaal extérieur. Ça c'est extérieur. Oké, okay. Merci. Thank you. Merci. Moet je thuis. Denk maar misschien nou moet jij de volgende keer even beter kijken, want hier is... Oh, dat staat... Het staat op het bordje. Oh, het staat op het bordje. Exterieur. Even een kleine tip, hè? Sorry. Ja, heb jij het gezien? Ik niet. Nee, nu. Maar waarom kleine lettertjes, joh? Waarom wil dat nou niet? Moet toch zo erin kunnen? Ja. Zoek maar bij die ander. Nou, hoe kan dat nou? Oh, dit wordt helemaal ingeklapt of zo. Oh ja, zo moet het. Er komen 18 mensen op bezoek met de kerst. Dus er moeten maar liefst 18 presentjes worden gevonden. Maar gewoon een kleine geitje hoor, een leuke geitje. Hè? Ja, weet je, een kleine geitje zegt ze dan weer. Want zij is natuurlijk weer van de bezuinigheid. Ja. Nou weet je, het is één keer per jaar kerst. Hè? Dus nee joh, we gaan uitpakken. Ja. Want we hebben heel veel bomen en heel veel cadeaus moeten daaronder. Kijk, zullen leuke... we onderbroeken kopen voor jou? Ja, een leuke onderbroek. €31 hè, per stuk. Oh, wat een geld. Ja, veel te duur. Nou, vlachelijk. Nee. Nou, even kijken binnen. Moet je luisteren, ik neem dat horloge voor mezelf voor onder de boom. Ga je jezelf cadeautjes geven? Ja, want het is voor mij ook een keer kerst. Kijk, ik neem deze blauwe. Vind ik leuk, die blauwe bij een jeans. 189. Ja, nog geen geld. Nee, dan mag jij ook zoiets kiezen voor 189. Ik wist niet dat we cadeautjes voor onszelf gingen kopen. Ik vind het een beetje raar. Ik vind dat we cadeautjes kopen voor de gasten. Nou, ik vind van niet. Ik bedoel, als wij straks daar zitten aan die eettafel en we hebben gewoon voor de diner borrelen en we gaan cadeautjes uitdelen, dan zitten wij met lege handen. Nou en? Nou, dat vind ik niet leuk. Ik wil ook iets uit te pakken hebben. Het is toch één keer per jaar kerst? Ja, maar je weet zelf wel wat het is. Het is toch niet leuk? Ja, dan ga jij wat kopen en dan zit ik straks met zo'n smoel van dat ik denk, hoe heb je dit ooit kunnen kopen? Nou zit ik straks met een smile aan die eettafel als ik het cadeau uitpak. Ja. Die blauwe doe ik ook gelijk om, want ik ben vandaag helemaal in kobaltblauw. Kan niet, het is een kerstcadeau. Oh. Merci? Ja, kan toch niet? Het moet ingepakt worden. Dat is ook zo. Ik moet kerstpapier hebben. Ja, oké, okay, trip jij. Merci. Journée ouvert. Constant 12. Ja, je kan het als kerstbal gebruiken nou, daarna. Doe je nog één erbij en dan zien we thuis wel aan wie. Ja, die doen we sowieso. Wat is dat? Voor Jaap. Scheetkussen. Heeft Jaap niet nodig. Oh, joh. Vind je het niet leuk? Nee, dit? Helemaal niet voor leuk. Jou? Oh, de volgende winkel al. Tegenover. Gaat zij meteen hierin? Ja, ze moet een koffer voor Nadesh. Ja, dat is toch prima? Dat is een leuk cadeau. Maar moet je luisteren, moeten wij dat nu al meenemen? We zijn nog maar net begonnen. Ja. Nou, we kunnen wel alle cadeautjes erin doen. Oh ja, dat is een goed idee. Ik vind het juist goed. Ja. Oui. Merci. Je kent thee? Oh, meid, het is kerst in je bakken, is dit? Ja. Oh, lekker! Oh,
c'est très joli. Het is inderdaad net kerst in je muil. Nou, wat gaan we goed? Wat gaan wij goed? Onwijs. Ik zit helemaal in die flow. Handig en zo'n koffer. Ja, ontzettend. We zijn er bijna. Kijk, jij zit tenminste. Wij moeten vinden. Moeten we nog meer naar beneden? We moeten naar twee, dit is één. Ja, we zijn er. Ja! Waar gaat die koffer nou dan? Ik kan toch hier geen koffer? Kijk hoe ik zit. Ik kan toch geen koffer bij? Jij bent helemaal niet van deze wereld. Hier ook, ik zit bijna met mijn knieën in mijn nek. Kom maar, wij gaan kaars aan. Zij loopt de hele dag achter mij aan. Zij is mijn grote hulp. Ja, wij gaan kaars aan. Ja. Hoe gaan we? Zullen we zo? Nee, we gaan zo, want dan kunnen we kijken of die houtkachel het al doet. Nou, het staat hier weer helemaal blauw. Helemaal blauw. Ongelooflijk. Oh, zij gaat weer drummen. Het is toch vreselijk. Er komen mensen zo over een half uur. Het is één grote inferno. Claire, kom maar bij opa. Moet je luisteren, ik weet het niet. Ik heb alles dicht. Ik word hier zo moe van. Oh, het gaat straks ook nog hierheen. Nou, even kijken. Hier nog één aan. Deze. Hier zijn we vandaag klaar mee. Even kijken. Dit moet aan. Even kijken, hoe was het ook weer. De grote stekker zit erin. Wij gaan de lichtjes aan. Maar waarom doet die boom het niet? Ach, wat is dit nou weer? Dat zal je altijd zien. Van de week deed hij het. En nu is het moment daar dat de mensen komen. En nou doet hij het niet. Ja, Claire. Ja, opa. Oh, kijk, hij doet het. Het is dat stekkertje. Dat moet er niet helemaal diep in. Ik ga eerst jouw moeder bellen, want dit kan niet. Zij moet waarschijnlijk ook naar bed. Jij moet even gaan slapen. Ja, jij moet slapen. Nee. Ja, dat moet. Nee. Ik zal jouw moeder bellen waar ze is. Ik kan dit niet de hele middag om me heen hebben. Ik heb nog zoveel te doen. We gaan even kijken hoe het in de Inferno is, bij de Inferno. Kom maar. Ja, kan jij je kind misschien ook even halen? Want hier is nou een uur met mij. Ik moet door met mijn werk. Ik weet niet wat jij allemaal aan het doen bent. Ja, dag. Kom maar. Nou, het is helemaal uit, het vuur. Waar ben je? Moet zij niet zo'n uurtje slapen, Maxine? Ja. Ga je mee? Nee. Doei, opa. Tot vanmiddag, Claire. Zeg eens doei, opa. Nee. Waarom wil dit er weer niet in? Nou, jongens, kom op. Terwijl Martien de salon voorziet van alle mogelijke verlichting, geeft de kerstboom in de hal er alweer de brui aan. Hoe kan dit nou, joh? Gooi naar papa toe. De kerstboom is weer uit. De kerstboom is weer uit? Ja. Wie komt eraan dan? Niemand. Gaat vanzelf? Ja. Waar is mama? Ik begrijp het niet, want dit is hetzelfde. Dit zijn allemaal dezelfde systemen. Deur dicht, hè, want het wordt koud. Mart. Ja, wat nou weer? Die mensen die vanmiddag zouden komen voor twee nachten, ja? Want hij was jarig, die meneer is ziek geworden. Ik kreeg net een mailtje binnen, die komen niet. Nee. Nou ja, dat is natuurlijk heel sneu voor die mensen, maar voor ons is het wel heel zielig voor die mensen, maar voor ons is dat heerlijk. Ja, maar ziek zijn, je wordt altijd weer beter. Het is waarschijnlijk gewoon een griep. Nee. Nou, dat komt ons heel goed uit. Oh, wacht even, in welke kamer? Die sliepen in de Martsen. Dan gaat James daar of Montana. Nou, is die kutboom. Ik deed namelijk zo. Ja, dat deed ik net ook, maar. Oh, kijk. Nou, ja, het is heel vervelend. Ik heb nog nooit zo'n boom meegemaakt. Kijk, daar gaat hij weer. Oh, nou, en hij is weg. En hij is weer weg. Het is toch verschrikkelijk. Die rotlichtjes elk jaar. Gekost. Ja, Maxime, pak hem. Ja, hou hem vast. Hoe wil je hem? Ja, dat hij stopt. Alleen de lichtjes niet, dat is flikkerende. Dat is gek. Dit is oké. Nou, ben benieuwd, voor hoe lang? A few moments later. Oh, waarom is die kerstboom nou weer uit? Wat een gezeik. Kijken waar dat ding zit. Waar zit die knop eigenlijk? Het is maar goed dat hij niet helemaal in de hoek past. Nou, kijk wat hij loos is. Hoe kan hij het nou niet doen? Gisteren deed hij het nog. Net nieuwe lichtjes. Erika!
Die lichtjes doen het nou wel niet meer. Gisteravond deden ze het nog en ik doe de stekker erin en ze doen het niet. Nou, hoe kan dat natuurlijk nou? Dat ding is helemaal nieuw. Nieuwe lichtjes. Heb je op dat knopje gedrukt? Want er zit een knopje op dat stokje. Nee, op knopje. Stekker. Waar zit dat zo? Ja, hieronder. Nee, hiervoor zit een knopje. Om hem dus op allerlei standen te zetten. Nou, hij doet het inderdaad niet. Jezus. Maar dat vind ik wel heel erg hoor. Dan kunnen we al die lampen weer eruit halen. Even kijken. Nee, alles staat omhoog. Wacht even, dat is misschien nog een idee. En dan moet ik... Ik doe even zo, want die stekker is namelijk wel goed. Hier, doe jij het. Ja, moet je kijken wat een werk je er dan weer aan hebt. Ja. Nou, wat is er? Hij doet het niet meer. Hij doet het niet hoor. Die lichtjes doen het lampjes al niet meer. Lampjes zijn kapot. Kan dat nou? Ja. Wij moeten vanmiddag allemaal nieuwe lampjes klik, in. Druk je wel op dit ding? Ja, tuurlijk. Kan dat nou? Dat kan niet. Wat een waardeloze lichtjes. Dat is Jean-Luc, gewoon door. Nee. Dat heeft er niks mee te maken. Als deze al doorgebrand is door dat stopcontact van hem, omdat er veel te veel wat in zit. Moet je alles er weer uit halen? Nee, we halen het niets eruit. Die lampjes niet? Nee, wat moet je eruit? Hoezo? Die zie je toch helemaal niet zitten? Oh. Nee, dan gaan al die ballen ook eruit vallen. Dat doen we niet. Ja, dat is waar. Ik weet waar ze staan. Ik pak een doosje even. Ja. Wat een gezeik. Ja. Waar is het begin? We gaan het eerst helemaal uithalen. Oh, kijk uit. Ja, dit is dus niet hoe je het moet doen. Oh, de trap weer. Hele foute keuze weer gemaakt. Kijk, hij zit hier al vast. Of het moet wel met de trap. Deden we het gisteren ook met de trap? Ja, dat moet. Pak hem maar weer. Nou, dit werkt niet. Papa heeft het helemaal verkeerd gedaan. Papa krijgt altijd de schuld. Hoe zou dat nou komen? Ja, hoe zou dat nou komen inderdaad? Moet ik hem erin doen? Ja. Oh ja, eerst testen. Ja, testen. We gaan gewoon beginnen. Graag niet dat het flikkert, want daar word ik nou wel helemaal raar van. Die gaan er weer. Voor de tweede keer. Houd het er moet maar in. Als die nou nog een keer uitvalt. Dan gaan we die boom helemaal weghalen en dan slaan we het kerst over dit jaar. Als het nou weer gebeurt. Vol goede moed drapeert Martien opnieuw 1500 lichtjes over de boom. En als het eenmaal hangt, is het zelfs mooier dan de eerste keer. Ja. Ja, en dan zakken. Nee, zo, ja. Ja. Daar? Ja, hier. daar, ja. Dat is het. Nou. Hij gaat weer uit. Dat meen je niet. Hij gaat weer uit. Godver, dat meen je niet. Hoe kan dit? Dat zeg ik door het stopcontact. Dat komt dus door het stopcontact. Nou, haal hem maar gauw uit. Ja, haal hem maar gauw uit. Wat een gezeik. Hij was met kerst ook niet te komen. Kerst, Sinterklaas. Verdomme, hoe kan dat nou? Jezus, wat zonde. Oh, hoe kan dat nou? Ach, had je de stekker er niet goed in? Nou, Jean-Luc mag wel komen. Hoe kan het dan? Ik druk hem erin.